Mijn studiogast is de voorzitter van de Surinaamse Politiebond en dat is hoofdinspecteur Raoul Hellings. Goedemiddag, meneer Hellings. Middag, Sam. Meneer Hellings, voorzitter van de Politiebond en u bent ook hoofdinspecteur van politie en u bent ook een van de hoofdleden van het HRM-team. Nee, ik zit niet meer op HRM. Niet daar? Nee, ik zit bij het Centraal Inspectieorgaan. Even, heel zware taak. Maar hoe loopt het met de politieorganisatie? Nou, met de politieorganisatie, eerlijk is, het gaat niet zo goed. Nou, en dat heeft alles te maken met in feite, het ophopen van problemen jarenlang. Het is niet iets van 5 of 10 of 15 jaar geleden. Het is iets van jaren, ik zeg 20, 30, 35, zelfs 40 jaar. Het is een aaneenschakeling of een aaneenreiging van problemen. En ja, de situatie wil nu dat in feite nu de zaak bijna op het punt staat dat de vulkaan wil gaan exploderen. Wat zijn de problemen? Eerste aanleg, als we kijken naar het grootste hangijzer, als je kijkt vanuit het perspectief van de bond, dan is het een schrijnend personeelstekort binnen die politieorganisatie. We zitten met een tekort van bijna 50%. Als je vanuit gaat dat we op papier 2000 politieambtenaren hebben. En waar het gewenste aantal waar de organisatie naartoe streeft 3500 moet zijn. En dus los van die 2000 ambtenaren op papier heb je 300 die worden ingezet voor andere zaken. Ja. Toch? Dan kan je een schatting maken, dat is het tekort bijna 50%. En los daarvan hebben we ook te kampen met problemen de werkomstandigheden betreffende. En die problemen hebben zich voornamelijk met het aanbreken van de grote regentijd duidelijk geopenbaard. Daarna zitten we ook nog met zaken betreffende de ziektekostenverzekering, verlofdagen. Kortom, het zijn een aantal zaken die in feite van verschillende aard zijn. Je kan zelf zeggen dat ook het uitbetalen van achterstallige toelages, maar ook de beloningen voor mensen die 10, 18 en 25 jaar trouwe dienst achter de rug hebben, op zich laat wachten. En het gaat zover zelf dat mensen die al jaren met pensioen gegaan zijn, zitten te wachten op uitbetaling van hun achterstallig salaris, verhogingen en ook nog zelfs kledinggeld. En dan praat men niet eens over het feit dat de politieorganisatie dat we... Ja, zelfs heb ik 5 jaar lang geen schoeiselen en kleding gehad. En dan kunt u zich voorstellen hoe de mannen en vrouwen die het in het operationele werkveld moeten doen, te ontberen hebben. En zijn deze problemen bekend bij de regeringen die zijn geweest? Ze zijn op verschillende momenten zijn die problemen kenbaar gemaakt bij de werkgever. En daar heb ik het over en de vorige regering en de huidige regering. Die problemen zijn meermalen aangekaart. En je kan zeggen, op den duur, je kiest ervoor om de stekker eruit te trekken en te zeggen, ik leg het werk neer. Toch dan dupeer je als het ware die samenleving. Toch? En het is misschien een coulante houding die we tot nog toe aan de dag hebben gelegd. Toch? Maar het is steeds een afweging die je zou moeten maken. En uiteindelijk, zoals ik eerder heb aangegeven, zijn we nu op het punt waarbij we niet langer die afweging wensen te maken. De regering zegt steeds financieel tekort, financieel tekort, financieel tekort. Economische crisis, nu heb je ook de COVID-crisis. Heeft de bond misschien enkele voorstellen gedaan van regering? Dit zijn enkele manieren hoe wij bijvoorbeeld de organisatie op een betere manier kunnen runnen. De voorstellen die zijn altijd vanuit de bond gekomen. Hoor. Kijk, het toeval wil, of niet het toeval wil, maar de mensen die in het bestuur van de politiebond zitten, die werken ook, die zijn politieambtenaren. Die hebben dus uit hoofde van hun taken, hebben verschillende stukken geschreven. En ik weet zelf dat ook van mij hand een aantal beleidsnota's zijn voorgekomen. En een van de zaken, het afstoten van aanrijdingen met blikschade. Ja. Toch daarvan weet ik zelf dat het een beleidsnota is waarvan die Gentle en ik destijds hebben geschreven. Maar het omvatte veel meer dan het afstoten van aanrijdingen met blikschade. Het ging er feitelijk om dat we de politie zouden moeten herstructureren. Dat een aantal oneigenlijke taken zouden worden afgestoten. En dat in feite die manschappen vrij zouden komen om
het executief politiewerk te doen. Dus er zijn vanuit de zijde van de Surinaamse politiebond zijn er tal van adviezen uitgebracht, toch? Ook dus als medewerker op de werkplek, maar ook vanuit de bond zijn er talrijke adviezen uitgebracht om in feite die organisatie effectiever en efficiënter te kunnen runnen. Met name is ook op instigatie van de bond een studie gedaan of waarbij er als het ware een nieuw uniform voor de politie is voorgesteld. En dat uniform dat is niet alleen functioneler, maar het is zeker 75% of nee, ja, het is bijkans 100% of nee, 80% goedkoper dan het huidige uniform wat we nu hanteren bij de politie. Als een jongeman kijkt naar u en luistert, dan motiveert dat zo iemand niet om het korps te gaan joinen? Ja, eerlijkheid. We hebben binnen die politieorganisatie, voor de tijd dat ik er ben, hoor, hebben we nooit in feite zoveel sollicitaties gehad voor de politie. Toch? Maar het is wel opgevallen dat nadat in feite die politieorganisatie een eigen loonreeks kreeg, toch? Dus we zijn uit Visu gestapt, dat in feite direct daarna zag je dat mensen alles hebben getrotseerd om tot die politieorganisatie toe te treden. Maar daarvoor hadden we niet echt die luxe waarbij we konden zeggen dat we hebben mensen voor het oprapen tijdens het sollicitatieproces. Ja. Meneer Hellings, als voorzitter van de bond, hoe is de band met de korpschef? De band met de korpschef die is uitstekend. We hebben een goede band, zowel formeel als via de korte lijn. En als er zaken zijn die besproken moeten worden met de korpschef, dan hoeft het niet specifiek dat de korpschef zijn secretariaat vraagt om een brief te sturen naar de bondsvoorzitter, maar dat het gewoon met de app kan. Ja. En de korpschef aangeeft van voorzitter, er zijn bepaalde zaken die we moeten bespreken. Ja. Toch, wanneer kunnen we dat doen en wanneer kunt u bij ons zijn? En dan maken we die afspraak ook als het gaat om de terugzittingen. Toch is het niet langer zo dat de korpschef een brief moest schrijven naar de bond om ons uit te nodigen voor de terugzitting. Het gebeurt met een telefoontje of het gebeurt gewoon via een app van we hebben op zo'n dag terugzitting. Zou iemand kunnen afvaardigen om de desbetreffende politieambtenaren te vertegenwoordigen op de zitting. Tegelijkertijd, hoe is de band met de minister van Justitie en Politie, de heer Kenneth Amoksi? We hebben met de minister een formeel zakelijke band. Het leek in het begin heel goed te gaan, maar de minister heeft al vroeg aangegeven dat wat hem betreft dat hij alles formeel wil hebben. Ja. Dus ook al zou je naar de minister gaan met een voorstel, gaat de minister je vragen om op papier te zetten. Als er zaken zijn om te bespreken, vindt de minister dat je hem eerst moet aanschrijven en moet aangeven dat je zo'n zaak met hem wil bespreken. En ik zeg wat dat betreft, we zijn gelijkwaardige partners, toch? Een stukje reciprociteit. Dus als je de politiemond wil aanschrijven, dan moet je het ook via de formele kanalen doen, toch? En de praktijk die wijst uit dat het strikt hanteren van die formele band, dat het stagnerend werkt op de communicatie in, maar ook op het bespreken en oplossen van vraagstukken die aan de orde zijn. Maar in ieder geval is het niet de schuld van de bond. Weet je dat we dat principe hanteren? We hebben altijd open gestaan voor een open, snelle en korte communicatie. Daar waar het formeel moet geschieden, gaat het uiteraard formeel geschieden. En hebben jullie ook een band met de goede band met de PG, het Openbaar Ministerie? Want ik weet de uitredende PG, de heer Bainaj Pandey, dat tijdje ging het niet zo goed tussen de bond en de PG. Als politieambtenaren doen we ons werk. In het vakbondswezen hebben we als zodanig geen relatie met het Openbaar Ministerie. Ja. Dus dat is die band tussen het OM en de Surinaamse politiebond. Ja, het is irrelevant. Maar als politieambtenaar weten we dat we een ondergeschiktheid aan het Openbaar Ministerie, dus die politietaak moeten uitvoeren als het komt op het strafrechtelijke gedeelte. Dus wat dat betreft is er geen veldje aan de lucht. Ja. Onlangs heeft de minister van Justitie aangegeven, ik heb de vraag gesteld, we hebben vaak genoeg de kritieken gezien van de leden van de bond, ontevredenheid over, los van zaken binnen de politie, over de regering. En ik heb de vraag gesteld aan de minister van, minister, hoe kijkt u naar de kritieken die geuit worden vanuit leden van de politiebond op social media? En vele mensen hebben het misschien geïnterpreteerd alsof
ik de vraag heb gesteld om de mensen van de politiebond monddood te maken en niet democratisch. Maar ik heb de vraag gesteld. De minister heeft aangegeven, er zullen waarschijnlijk dan maatregelen getroffen worden tegen deze leden. Hoe kijkt u hiernaar? Laat me dit ervan zeggen. Ik ben met name een van de personen. Ik ben al een tijdje op social media en ik heb altijd mijn kritiek geuit. Mm-hmm. Dus als de minister vindt dat hij in feite moet gaan neuzen in zijn wetgeving welke disciplinaire straffen hij moet toepassen ten aanzien van politiemensen, dus die hun kritiek op social media uiten, dan geeft hij dus daarmee aan dat hij zelf in feite nog niet zo goed weet welke richting hij moet opgaan en als er überhaupt sprake is van tuchtvergrijp, een tuchtmaatregel. Toch? En het werd, ja, de minister heeft daarbij dus gesproken over de discipline binnen die politieorganisatie en de gedragscode. Toch? En ten aanzien daarvan heb ik ook een uitgesproken mening. Toch? Dus het uiten van je mening op social media heeft niks en dan ook niks te maken met de gezagsverhouding. Toch? Die minister en met hem gelijkdenkende, die proberen de indruk te wekken alsof voor de individuele politieman in feite de regering onbespreekbaar is en als het ware dus boven kritiek staat. Mm-hmm. Toch? Niks is minder waar, het recht op vrije meningsuiting staat recht overeen. Toch? En als politieambtenaren weten we dat wanneer je mening uit, los van die verantwoordelijkheid die je hebt, uit hoofden van de wet en dat is dat ik een geheimhoudingsplicht heb en met mijn andere politieambtenaren en dat je zaken die je vanuit je dienstbetrekking hebt gekregen niet met anderen mag delen dan aan wie degene aan wie je verantwoording verschuldigd bent. En los daarvan heb je ook nog dat je bij het uiten van je mening binnen die gedragscode van de politie dat je die gedragsnormen af moet nemen, dat je ervoor moet zorgen dat je niet gaat schelden en dat je persoonlijke zaken van mensen niet gaat bespreken. Maar voor de rest staat die kritiek recht overeind en het recht op vrije meningsuiting. Dus dat staat dan ook recht overeind. En we wensen als politieorganisatie niet belazerd te worden of in ieder geval niet bedreigd te worden onder het mom van discipline om politieambtenaren monddood te maken. Misschien heeft men een achterhaalde perceptie of leeft men nog in die periode waar men dacht dat je die discipline zou willen hanteren als bevel is bevel en als ik iets gezegd heb, nou, dan moet je zwijgen als je het nou goed vindt of niet. Het werkt tegen ten dagen niet meer in een democratische samenleving. Maar de minister geeft aan, u bent hoofdinspecteur. Hij verwacht van een hoofdinspecteur toch wel een andere houding van de kritiek mag, maar het zou toch wel op een andere manier geformuleerd kunnen worden. Dat is de minister zijn opvatting. Want ik denk dat er een andere houding van een hoofdinspecteur moet worden verwacht. Gedragscodes die gelden voor ieder. Ja. Toch? En als we praten over sociale media. Kijk, als ik die fatsoensnormen af heb genomen. Nou, dan doet het er weinig toe. Als ik nou mijn kritiek wil brengen op een formele manier. Of als ik gebruik wil maken van het stukje satire dat ik altijd toepas. Zelfs denk ik dat we dat beleidsmakers, bestuurders moeten leren om verdraagzamer te zijn. En dat ze moeten rekenen op kritiek vanuit die samenleving. Als je kijkt naar de manier waarop ik mijn kritiek naar voren breng. Is het niks vergeleken met de manier waarop kritiek over het algemeen op social media wordt in feite gegeven. Ik weet in ieder geval dat ik me niet moet in feite bedienen van krachttermen en onwelvoeglijke taal. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat de minister even in de spiegel moet kijken. En als je zaken verkondigt die op de lachspieren van mensen werken, dan moet je het tevreden vinden als mensen in feite een loopje met je gaan nemen. Of zeggen dat we dingen op een satirische manier gaan behandelen. Daar is wat mij betreft niks fout aan. De minister is politicus. De minister komt uit een bepaalde partij. En de minister weet ook heel goed dat er met name vanuit zijn partij ongezouten kritiek is geleverd op het beleid van de vorige regering. Toch? En als je nu, je voelt je de gebeten hond. Ik vind dat dit is een beetje, hier gewoon het tentoonstellen van een stukje onverdraagzaamheid als je mij vraagt. Hoor. Dus u gaat gewoon door op deze manier als het nodig is? Absoluut. Social media is voor mij een
uitlaatklep. Het is ook een manier om mee te uiten. En zolang ik de fatsoensnorm in acht neem en ervoor zorg dat ik de minister, dat ik niet op de persoonlijke tour ga en dat ik in ieder geval me niet begeef van onwelvoeglijke taal en dat ik in ieder geval de geheimhoudingsplicht waaraan wij als politieambtenaren gebonden zijn, niet schend, nou, dan gaan we lekker verder wat mij betreft. En als de minister vindt dat hij elke steen onder de wettelijke bepaling moet opschuiven om te zien wat hij gaat toepassen om mensen te tuchtigen, nou dan, zo so be it, we wachten in ieder geval het moment af. President Santok heeft aangegeven dat er een nieuwe korpsleiding zal komen, de korps zal vervangen worden. Hoe kijkt u hiernaar? Bent u blij dat er een vervanging zal komen in de korpsleiding? Nee. Waarom ik dat zeg? We hebben vanaf 2016 als politiebond hebben we een paar korpschef, waarnemend korpschef, zien komen en gaan. En ja, de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat wanneer je die balans opmaakt, dat met de huidige korpschef er veel resultaten zijn geboekt. We hebben die organisatie kunnen structureren en met name als je gaat kijken naar die financiële huishouding van die politieorganisatie, want dat was een ware puinhoop. En de korpschef, het is gelukt om die financiële huishouding te organiseren. Het is gelukt om bevorderingsachterstanden in te lopen, helemaal weg te werken. Toch, er is met name op alle fronten, manschappen, onderofficieren en officieren, zijn de opleidingen geïnitieerd. En als je dus kortom die balans opmaakt en ook vanwege het feit dat ondanks die economische crisis dat we in feite die korpschef de middelen van het korps zodanig heeft kunnen managen dat we als politieorganisatie niet met de handen in het haar zitten elke keer, maar dat we de noodzakelijke uitgaven die we hebben kunnen doen, dan zeg ik, als je die balans opmaakt, nou dan mag je het wel zeggen dat Prade een fantastische job heeft gedaan als korpschef en nog steeds doet. En dat in ieder geval dat stukje rust dat die organisatie nodig heeft en ook het going concern proces van die organisatie, dat hij dat wel heeft weten te bewerkstelligen. En dan zie ik de noodzaak niet in om te zeggen dat Prade vervangen moet worden onder het mom van dat hij een NDP'er zou zijn. Waar de korpschef zelf ook heeft aangegeven dat hij geen enkele partij aanhangt. En dat, ik heb hem ook niet kunnen betrappen daarop, maar dat hij zich als technocraat opstelt om de vraagstukken waarmee het korps in feite geconfronteerd wordt aan te pakken. Zijn er al namen genoemd die als mogelijke opvolger moeten dienen? Nee, er zijn, voor zover ik weet, zijn er geen namen genoemd. Dus wat dat betreft kijken we ook nog de kaak uit de boom. En we zullen uiteindelijk kijken wat er van terechtkomt. Je hoort informeel een heleboel zaken, maar je gaat er liever niet op. Klopt, ja. Want ik begrijp ook, uw medebestuurslid Atompai, er zijn grote plannen met hem vanuit bestuurlijk niveau, vanuit de ABOP. Heeft u deze zaken ook gehoord? Ik had het in het begin gehoord, maar laat me dit ervan zeggen hoor. Atompai heeft vooralsnog niet aangegeven dat hij korpschef wenst te worden. En als we kijken naar de wetgeving binnen die politieorganisatie, dan kan Atompai ook nog geen korpschef worden. Je moet in ieder geval tenminste de rang van hoofdinspecteur hebben bereikt. Toch om in feite in aanmerking te komen voor die functie van korpschef. Maar Atompai is inspecteur van politie tweede klasse en komt als zodanig nog niet in aanmerking voor die functie. En ook niet voor als minister, want dan hoor je van mogelijk wil men hem ook trekken om minister van justitie en politie te worden. Ja, ik heb al die dingen gehoord en ik heb dagelijks contact met Atompai, maar voor zover we weten heeft Atompai niet aangegeven dat hij in feite die ambities heeft. Ja, op de man af hebben we gesproken en ik ben niet aangegeven dat hij de ambities heeft om of korpschef of minister te worden. Maar we zijn in Suriname en je weet het maar nooit. Klopt, inderdaad. Ja. U bent al om en bij ruim 4 jaar voorzitter van de bond. Wanneer zijn de verkiezingen bij de politiebond? De verkiezingen bij de politiebond die zijn augustus dit jaar. Vrijdag hebben we ALV waarop we dus in ieder geval een verkiezingscommissie zullen samenstellen en ook de definitieve datum en al dat hele proces zullen we dus dan ook vaststellen. Stel dit bestuur zich wederom beschikbaar? Van mezelf weet ik dat ik niet terugkom. Serieus? Ja, ik kom niet terug. Ik heb andere ambities en ik had
Als je gevolgd had, ik had in het begin aangegeven dat ik één termijn ga. Ja. Voor één termijn. En het vakbondswezen is feitelijk niet echt mijn ding. Ja. Toch, ik heb het gedaan omdat we als vakbondsorganisatie, we waren echt ten einde raad. Toch, we zijn opgekomen, we hebben aangegeven, het bestuur van de politiebond doet niks voor de leden. En we hebben het gevoel alsof we onderdrukt worden door de werkgever, zonder dat de bond daar tegen optreedt. En los daarvan hadden we ook interne problemen binnen het bondsbestuur. Ja. Toch? Met name het afleggen van financiële verantwoording. Ja. Toch? Dat soort dingen waren niet in orde. En op den duur, ja, we hebben een stukje campagne gevoerd. We zijn er tegen opgekomen. En uiteindelijk hebben de mensen gezegd van, nou Hellings, als jij eenmaal degene bent geweest die de stok in het hoenderhok heeft gegooid, dan hebben we wel graag dat jij gaat om zaken recht te trekken. Ja. Het heeft heel wat voeten in de aarde gekost om uiteindelijk ertoe te bewegen om voorzitter van de politiebond te worden. En ik heb dus ook aangegeven van, ik zal het voor één termijn doen. Maar ik doe het daarna niet meer, omdat ik andere ambities heb. Ik wil verder gaan studeren, ik wil eventueel een promotieonderzoek gaan doen. En los daarvan, ik heb kinderen, ik wil gaan hengelen. Ja, weet je. En als je iets doet, ben je er vollediger voor inzetten. Toch? En ja, ik heb me volledig ingezet voor de vakbond in de afgelopen periode. Maar ik vind nu dat het na één termijn toch welletjes is geweest en dat ik andere dingen ga doen en de dingen ga doen die ik leuk vind. Ja. Is het ondankbaar werk? Ik zou het niet geen ondankbaar werk willen noemen. Mm-hmm. Maar de ervaring leert wel dat in feite wat je ook gerealiseerd hebt, dat je niet moet verwachten dat mensen dankjewel zullen zeggen. Ja. Toch, het levert je soms, het levert een heleboel kritiek op, soms terecht, soms onterecht. Maar het zijn leermomenten en die moet je meenemen. Als je me vraagt of ik spijt heb dat ik daarvoor ben gegaan, zeg ik nee. Toch, ik heb het met alle toewijding gedaan. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik ben er wijzer van geworden. Dat het was kortom een hele ervaring. En ja, iemand moet op bepaalde momenten een daad stellen. En je moet er niet vanuit gaan dat die bond van jou is, dat het een familiebedrijf is, of dat je tot de lengte van dagen op die stoel gaat blijven zitten. Nee, je moet het niet doen. Je moet één keer gaan, je moet je ding doen. En daarna moet je dus dan afstappen en je moet anderen de gelegenheid geven om in feite vanuit datgene wat jij hebt verzet, toch verder te gaan. Maar het is voor geen enkele organisatie goed als mensen 20 of 30 jaar binnen die organisatie blijven vertreden, een soort verstarring, tunnelvisie op. En op den duur, ja, het werkt uiteindelijk niet goed voor die organisatie. Voor de politiebond is het dit termijn, het heeft goed uitgepakt. We hebben een aantal zaken kunnen realiseren en we hebben onze financiële huishouding op tafel of overeind. We hebben aardig wat geld kunnen sparen, de penningmeester, dus die zal daarover verslag doen op de ALV. We hebben een aantal projecten kunnen realiseren. En het belangrijkste is dat we ervoor gezorgd hebben dat de politiebond schuldvrij is. Ja. En de rest van de leden, zeggen zij dat ze zich willen herkiesbaar stellen? Meneer Gentle, die is samen met mij aangegeven dat hij niet terugkomt, los van het feit dat we misschien andere ambities hebben, zit je ook nog in de clinch met, ja, je zit straks in de top van die organisatie. Mm-hmm. Weet je, je kan een stukje belangenverstrengeling krijgen. Alhoewel, iedere politieman feitelijk het bestuur van de politiebond mag optreden, uitmaken. Toch maar, ja, je gaat die keuze voor jezelf maken. Maar ten aanzien van de andere leden, die hebben dus wel gegeven dat ze ambities hebben. Maar ik verwacht ook dat wanneer iemand anders met de lijst komt vanuit het bestuur, dat hij zegt, hey, ik heb toch liever dat ik met andere mensen in zee ga, wat op zich ook mag. Klopt. Weet je? Jullie waren een sterk team toen jullie zijn aangetreden, enkele jaren terug. Mm-hmm. Zijn jullie nog steeds even sterk of zie je dat de politiek bepaalde leden toch probeert te trekken aan een bepaalde kant? De politiek heeft altijd geprobeerd om te trekken aan de leden, toch? En ja, eerlijkheidshalve, op bepaalde momenten had je ook twijfels en dacht je dat de politiek mensen ertoe heeft kunnen bewegen. Maar we hebben altijd ervoor kunnen zorgen dat de politiek niet heeft bepaald hoe het beleid binnen die Surinaamse politiebond werd gevoerd. We hebben ons ook altijd zodanig opgesteld dat we hebben gezegd dat we geen achterdeurgesprekken gaan voeren. Ja. Als de politiek een bepaald deel of iemand heeft benaderd, dan komt de persoon en geeft aan in het bestuurscollectief van, kijk, die en die persoon
heeft mij benaderd. En op den duur zeggen we, oké, okay, je gaat niet alleen, we gaan als bestuur en we gaan luisteren, want we willen altijd luisteren. Ja. Toch, wat er te zeggen is, en als we vinden dat het nergens voor nodig is, nou dan gaan we ook niet. Ja. Kort nog, we gaan naar de afronding. Criminaliteitsbestrijding. Ben u tevreden met op de manier waarop dat nu geschiet? Nee. Reden waarom? Die organisatie bestaat al zo lang. Hè? Hm. En iedereen gaat praten op zijn of haar ervaring. Maar het schijnt dat niemand doorheeft dat we als politieorganisatie nog steeds dezelfde manier willen toepassen om de criminaliteit te bestrijden. En daar heb ik het sterk over de basispolitiezorg. Hoor. Toch, want als je kijkt naar in feite de zwaardere vormen van criminaliteit, hebben we wel bepaalde equipment. Maar als je kijkt naar de basispolitiezorg, en waarom ik naar de basispolitiezorg ga? Omdat we onderschatten hoeveel leed die petty crimes in feite dagelijks of per jaar opleveren. Dan zeg ik, we zijn bijkans 50 jaar verder en we denken dat we nog steeds op dezelfde manier de criminaliteit binnen de politiezorg gaan aanpakken. Wat doen we? We hebben afdelingen, we geven resorten, 2 auto's, 10 medewerkers en we zeggen ze van, hey, ga surveilleren en ga criminaliteit aanpakken. Het werkt heden ten dagen niet meer. Toch, we moeten het anders gaan doen. Je kan er, en dat is een van de problemen en redenen waarom we te kampen hebben met vervoerstekorten. 2 auto's zetten we voor een heel bureau en we laten die auto's 24 uur per dag draaien. Dat ding is geen tractor als aan Obroko. Ja. En dat is een van de dingen. We moeten wat dat betreft een andere weg op. Ik heb dus ook in die hoedanigheid, of van daaruit heb ik voorstellen gedaan. Maar ja, het ligt nog steeds aan het beleid om te kijken. Maar we moeten ombuigen en we moeten kappen met die manier van criminaliteitsaanpak. Meneer Hellens, laatste vraag. Ja. Wat gebeurt er in het resort Munder? Los van bij de politie hoor je heel wat criminaliteit. Steeds is het Munder, man kap vrouw, man schiet dit, dat. Wat gebeurt er? Wat gaat er zo mis in Munder? Ja, Munder is een heet en heester. En het is typisch iets van wat ik noem de achterhaalde vorm van criminaliteitsaanpak. We zitten ons sterk te focussen op repressief aanpakken van zaken. Wanneer er een melding komt, dan gaan we optreden. Maar niemand heeft zich dus als zodanig toegelegd op, hey, laten we even gaan kijken, laten we onderzoeken, laten we een studie maken wat de problemen zijn waarmee het resort minder te kampen heeft. En dan gaan we op basis van de resultaten, gaan we dus die politiezorg daarop afstemmen. Maar als minder veel gevallen heeft van man kan vrouw, waarom heeft minder geen afdeling huiselijk geweld, toch relationeel geweld? Dus dat zijn vraagstukken, toch die in feite een wetenschappelijke benadering boven. Maar ja, soms heb je ook mensen die de ego spelen. Mensen vinden van, ja, ik heb jaren ervaring binnen die politieorganisatie. Wat kom je mee wijsmaken? Dan zeg je, oké, okay, ik heb in ieder geval mijn bijdrage geleverd. Ja. Maar de praktijk zal uitwijzen wie nou uiteindelijk gelijk kreeg of wie geen gelijk kreeg. Zo hoorde u de voorzitter van de politiebond, hoofdinspecteur Raoul Hellings.